Omgaan met stress is heel belangrijk tegenwoordig. Kijk, stress kunnen we natuurlijk niet volledig ontsnappen. Het hectische en drukke leven van nu zorgt er eenmaal voor dat we dagelijks toch wat te kampen hebben met stress. Maar hoe we omgaan met stress, dat gaat uiteindelijk het verschil maken. Nou, als je kijkt hoe de meeste mensen met stress omgaan, valt eigenlijk het volgende op. Allereerst roken. Veel mensen roken gewoon puur om stress te kunnen verminderen. Nou, na een tijd wordt dit een bepaalde routine of gewoonte. En elke keer als je dan stress hebt of een stressmomentje hebt, wordt het eigenlijk een automatisme om even een sigaretje te pakken. Nou, ik moet toegeven, zelf heb ik ook een tijd gerookt. Dat is wel 5 jaar geleden. Voor mij was het ook zeker een moment om even het stress te verminderen. Ik ben blij dat ik gestopt ben. Ik zal ook nooit meer roken vanwege dat ik problemen kreeg met mijn luchtwegen. En mijn conditie ging achteruit, maar dat is een ander verhaal. Maar ook te veel drinken. Wanneer je thuis komt van een zware lange dag, of je hebt veel stress op het kantoor gehad of het werk of misschien andere factoren, om dan alcohol te gaan drinken, dat is eigenlijk een manier om even tijdelijk het stress te kunnen verminderen. Nou, het is natuurlijk niet de meest gezonde manier, maar geef wel aan, doordat we dus veel stress hebben, dat het heel makkelijk is om in bepaalde ongezonde gewoontes terecht te komen. Maar ook te veel of te weinig eten, met name te veel eten, kan natuurlijk zorgen voor overgewicht. En dat kan ook teruggeleid worden aan veel stress in je leven. Als je veel stress hebt en je zoekt uitkomsten om even stress te verminderen aan de hand van lekkere, misschien ongezonde voedingsmiddelen, is dat natuurlijk niet de beste manier om stress te verminderen. Of uren voor de televisie of computer zitten. Dit kan natuurlijk ook teruggekoppeld worden aan verveling. Ik moet zelf zeggen dat ik zelf ook te lang af en toe nog voor de computer zit, dingen bekijken, nog artikelen lezen. En dan merk ik dat mijn dag gewoon minder clean is. En dat ik de volgende dag ook wat minder belastbaar ben. En dat ik wat minder goed kan tegen stress. Het is heel belangrijk om een goede scheiding te hebben. Zowel werk-privé, maar ook natuurlijk om de televisie en computer eventjes een keer helemaal los te laten. Omdat het natuurlijk wel voor veel stress kan zorgen. Ook niet meer omgaan met vrienden, familie en kennissen. Wanneer je een bepaalde stressvolle situatie hebt, omdat er bepaalde problemen zijn ontwikkeld in je leven, kan het natuurlijk ook zijn dat je even geen zin meer of niet meer de energie hebt om te gaan met je vrienden, familie, dat je liever even afzondert. Ook misschien omdat deze mensen een aantal kritische vragen zullen stellen waar op dat moment natuurlijk niet op zit te wachten. Nou, belangrijk hierbij is om toch nog wel sociale contacten te houden. Ja, sociale contacten zorgen er natuurlijk voor dat we ook weer ons beter voelen. We zijn die voor niet sociale wezens. Nou, of medicijnen gebruiken om te ontspannen. Nou, vaak worden deze medicijnen voorgeschreven door huisartsen, maar je kunt ze ook bij de drogisterij krijgen. Nou, in sommige gevallen is dit natuurlijk noodzakelijk. Denk dan aan zware depressies of andere aandoeningen. Maar niet altijd. Er zijn namelijk ook betere manieren om te ontspannen. Denk dan aan een aantal ontspanningstechnieken. Misschien yoga, pilates of meditatie. Dat is in mijn, ik denk dat dat veel beter is. Veel beter voor je gezondheid. En veel beter is om stress te verminderen dan medicatie gebruiken. Of te veel slapen. Als je het even niet meer ziet zitten, kan het natuurlijk ook een reden zijn om langer in bed te blijven liggen. Je moet wel hierbij inzien dat te veel slapen zeker niet goed is voor je lichaam. Je zult je minder moe voelen, minder energie hebben. Je minder lekker in je vel zitten, omdat te veel slapen zelfs averechts werkt. Of alles uitstellen. Ik moet zeggen, tijdens mijn studententijdperk was ik iemand die toch wel veel aan het uitstellen was. Als de toetsen op mijn pad kwamen, stelde ik dat tot 2 dagen of tot een dag zelfs van tevoren uit om dan pas te gaan leren. Nou, dat brengt natuurlijk veel stress met zich mee. Dat is niet de beste manier. Of elke minuut van de dag vullen om problemen te vermijden. Dus je bepaalde problemen hebt, is het beter om toch deze problemen gewoon aan te gaan. Face to face. En op die manier zul je stress ook verminderen. Door constant problemen te willen te vermijden, zul je gewoon merken dat je veel meer stress in je leven hebt. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om problemen aan te gaan, maar uiteindelijk is het wel het belangrijkste en dat gaat echt het verschil maken. Of stress afreageren op andere mensen. Natuurlijk heel menselijk wanneer je veel stress in je leven hebt, of je ziet het op dat moment helemaal niet zitten, dat je dan je woede of frustratie op anderen afreageert. Je kunt natuurlijk heel prikkelbaar zijn of dat je op je tenen moet lopen. Maar dit is natuurlijk niet de beste manier. En dat zal ook niet helpen om
je vrienden of familie of kennissen natuurlijk goed om je heen te krijgen. Nou, er zijn ook betere manieren om met stress om te gaan. Allereerst leer nee zeggen. Ik moet zeggen dat dit een heel belangrijk punt is. Heel veel mensen hebben problemen om gewoon ja of om nee te leren te zeggen. Zeg te vaak en te snel ja. Ja, je moet voor jezelf ook weten van ja, hoe ver wil ik gaan? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn eigenlijk mijn boundaries? Ja, en dat je daar dan ook echt voor staat. En wat vaker nee zeggen is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar het is een skill die te leren is. En dan zul je merken doordat je vaker nee zegt, ja, dat je eigen needs ook natuurlijk meer naar voren komen. En dan zul je beter voelen en dan zal stress tegengaan. Maar ook vermijd mensen die voor stress zorgen. Denk dan vooral aan ja, mensen die heel negatief zijn. Als je goede ideeën hebt, dat ze die ideeën misschien naar beneden praten. Dat ze zelf niet lekker in hun vel zitten. We kunnen natuurlijk niet altijd al deze mensen uit ons leven krijgen, maar het is misschien wel belangrijk om dan wat minder contact met negatieve mensen te hebben. Mensen zeggen niet voor niets, je bent het gemiddelde van de vijf ja, beste vrienden of de vijf mensen die dichtst bij jou zijn om je heen. Dus ja, dat geeft maar aan dat het wel prettig is, want dat natuurlijk ook hele positieve mensen zijn. Dat zal natuurlijk ook echt het verschil maken om stress te verminderen en de kwaliteit van je leven verhogen. Ja, en maak jouw omgeving de jou. Nou, hierbij doel ik eigenlijk op dat je omgeving, dus waar je woont of waar je werkt, dat het gewoon, dat je daar je prettig in je vel, dat je daar gewoon prettig voelt. Dat betekent misschien dat je ja, niet last hebt van lawaai overlast, dat je ervoor zorgt ja, dat je gewoon de juiste apparatuur hebt. Gewoon allemaal factoren die eigenlijk voor zorgen dat jij ja, een prettige omgeving hebt. Maar je omgeving zorgt er natuurlijk voor, ja, voor renewal. Maar kan er ook voor zorgen dat je veel stress krijgt. Denk dan aan dat je veel lawaai overlast hebt of andere factoren die bijdragen aan veel stress. Of vermijd controversiële onderwerpen. Denk dan aan politieke getinte onderwerpen of religie. Als je daar toch vaak de discussie mee aangaat en je merkt dat je daar heel kwaad om wordt, dan is het misschien beter om ja, deze onderwerpen te vermijden en over wat lichtere onderwerpen te praten. En ja, kijk realistisch naar wat je elke dag moet. Ik moet zeggen dat veel mensen hebben last van overmatig veel stress, doordat ze gewoon te veel ja, op hun bord hebben en dat ze het allemaal even niet meer aankunnen. Het is heel belangrijk dat je een realistische to-do-list maakt van alle activiteiten die je dagelijks wilt verrichten. En dat je niet te ver daarin gaat, dat je niet 20 of 30 dingen gaat opschrijven. Want ja, het is eenmaal een feit dat de meeste van de punten die je opschrijft zul je toch niet halen. Dus het is veel beter om de paar hele belangrijke punten te doen die dan echt het verschil maken. Dus een goede time management, of gewoon productiever worden, zorgt er ook zeker voor ja, dat stress minder wordt en dat je ook beter gaat voelen. Nou, dit waren een aantal tips om stress te verminderen. Morgen zal ik het weer gaan hebben over ja, specifieke gezondheidstips. Dank voor het luisteren, tot snel.